en het is vakantietijd. Dat wil zeggen, heel veel mensen zijn alweer terug. Het is eigenlijk bijna het einde. Maar als een herinnering aan die vakantietijd, gewoon wat beelden uit Frankrijk. Een tripje naar Dijon. En die werd gemaakt door Elliot Heijnen. Beelden van de reis daar naartoe en van Dijon. Dat is een Franse stad in het midden van Frankrijk. Een beetje aan de rechterkant. Iets naast de Route du Soleil. En een plek die heel veel mensen eigenlijk voorbij razen. U weet het wel, Parijs, Lyon, Dijon en dan naar de zon toe. Maar juist dit soort Franse steden hebben hele mooie gebouwen en ook leuke dingen. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken naar een glasblazerij in de buurt van Dijon. En we laten u gewoon eens zien hoe zo'n Franse stad eruit ziet. Beautybeelden noemen we dat. Een idee van de vakantie. En daarmee ook een aansporing. Mocht u denken, nou, we hebben zelf ook een leuke film van de vakantie gemaakt. Nou, breng die eens bij Kleurnet. We maken er een kopietje van en u krijgt die tape weer terug. Maar misschien is het een aardig idee om uw vakantievideo ook bij Kleurnet te laten zien. Want nu is het nog mooi weer, maar juist in de winter is het juist leuk om terug te kijken op de warme zomer. En zeker in Zuid-Europa was hij toch erg warm. En kijk eens naar die kathedralen in Frankrijk. Dat indrukwekkende, die zeg maar overmachtige indruk van die architectuur. Dat hele hoge, dat gotische. Dat komen we toch bij ons nauwelijks tegen. In Maastricht een beetje. En zo'n kerk is bijna altijd een bezoek wel waard. Al was het maar omdat er in de diepte weer allerlei relikwieën liggen. Overblijfselen van heiligen. En of die echt of niet echt zijn, maakt niet zo vreselijk veel uit. Het is nog wel het onderwerp geweest van vereering. En heel veel mensen komen ook nu daar nog naartoe om hun favoriete heiligen te vereren. En bij dat alles is Dijon natuurlijk ook de hoofdstad van de Bourgogne. De hoofdstad van het gebied waar die wat zwaardere wijnen worden gemaakt. De Beaujolais, dat is wat lichter. De Bordeaux is ook een zware wijn. Maar Bourgogne, dat is een zware rode wijn. En die komt uit het gebied hieromheen. En dit is dan weer de Vogese en wat andere streken in Frankrijk. Ook weer zo'n vakantiebeeld. Het Franse platteland. Ja, daar ben je nog dichter bij de natuur. Daar kom je de boeren nog tegen. Daar lopen ze nog met de koeien over de straat. En kijk eens wat een uitzicht. En kijk eens wat een kleurenpracht. Thank you.
juist in die kleine dorpjes staan kerken die soms heel de moeite waard zijn als je daar binnen wandelt. In zo'n dorpje is vaak niet eens een restaurant, niet eens een plek om iets te drinken. Misschien kun je een pasties of een kopje koffie krijgen ergens. Maar het is allemaal wel erg rustiek. En in zo'n kerkje waar je meestal gewoon binnen kunt lopen, staan dan de meest prachtige beelden. En altijd een monument, dat hoort erbij in zo'n dorpje. Vaak nog uit de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog, toen ontzettend veel Franse soldaten en natuurlijk ook Duitse soldaten gestorven zijn aan de Marne bij Verdun. En dan nog gaan we naar een glasblazerij en dat is echt heel prachtig om te zien altijd. Vaak kun je bij zo'n glasblazerij naar binnen, want ze willen daar ook wel wat van hun glas verkopen aan u. Maar er worden prachtige dingen gemaakt en het is altijd heel indrukwekkend om te zien. U ziet het, de kunst van het gasblazen is niet alleen om het te verwarmen. Nee, temperatuur is alles. En de temperatuur moet van buiten naar binnen gelijk zijn. Of als je gaat blazen, van buiten wat minder. Je kunt kleur toevoegen door mineralen op het glas te gooien. Je kunt, dat zult u zien, met eigenlijk heel eenvoudig middelen, een pijp en een vuurtje en wat chemicaliën, glas tot leven brengen. En daar gebeurt het dan, het blazen. Want die grote druppel glas moet natuurlijk een prachtige vorm krijgen. En hij moet van binnen hol zijn. En dat gebeurt door daarin te blazen. En u ziet
straks al aan de wangen van die man. Dat is zeer ingespannen werk. En voor dit werkstuk is dus zeg maar de artistieke kant van de zaak is dat er aan het glas allerlei toevoegsels worden toegevoegd die de kleuren beïnvloeden. De vorm van het glas, de buitenste kant, gaat via deze mal, die ligt vast. Er wordt dus alleen van binnen wordt het hol geblazen. Maar u ziet aan de buitenkant, waar de mensen hier trots op zijn, is die vorm, die kleurenrijkheid aan de buitenkant. En zo ziet het eindresultaat er dan uit. En dat hoort er natuurlijk bij. Als je op vakantie gaat en je gaat zo'n glasblazerij bezoeken, dan neem je zoiets mee voor thuis. Ja, het hartland van Bourgondië. En wij kennen dat nog als we praten over Bourgondiërs. Dan bedoelen we toch mensen die er goed van leven. Die van wijn houden, van muziek, van cultuur. Vaak zeggen we over de mensen uit Brabant al dat ze wat Bourgondischer leven. Maar Bourgondië ligt dus ver naar het zuiden. Ergens ook in de buurt waar Oranje het land waar eigenlijk de Oranjes vandaan komen ook ligt. En ook dat is niet in Nederland en niet in België, maar ver naar het zuiden in Frankrijk. Thank you.
En we geven ons telefoonnummer nog maar eens, want als u zelf ook prachtige vakantiefilms heeft en we willen u eventueel wel wat helpen met het editen, dat wil zeggen het aan elkaar plakken van de beelden, dan kunnen we die voor u uitzenden. Want ook dat is Amsterdam. De Amsterdammer in het buitenland. We hebben in het verleden wel films uitgezonden over bijvoorbeeld Indonesië, van mensen die daar geweest waren. We zijn altijd erg blij met films uit de Antillen of uit Suriname. Liefst wel op DV, digitale video. U kent het formaat wel. Die kleine tapejes. En wij helpen u dan om er wat leuks van te maken. Daarmee heeft u een leuke herinnering. En de mensen in Amsterdam zien ook eens wat hun medeburgers op vakantie doen. Misschien zitten daar leuke suggesties in. Gaan ze dan ook eens in zo'n land kijken. Of voor de mensen die thuis moeten blijven. Omdat ze gewoon het geld niet hebben. Of de tijd niet. Of om andere redenen aan Amsterdam gebonden blijven. Kunnen zo toch een beetje de vakantiesfeer opproeven. En laten we eerlijk zijn, dat hoeft niet allemaal strand en blote meiden te zijn. Daarvoor moet u bij SBS6 of RTL maar eens gaan kijken. Dit was een bijdrage van Elliot Heijnen over Bourgogne en Dijon. Dank u wel.